Mensen hebben overlast van verkeerd geparkeerde fietsen. En aan ons was de vraag: kunnen jullie door middel van urban nudging daar ingrepen in doen in de straat die voorkomen dat mensen hun fietsen verkeerd parkeren? Mijn naam is Gerwin de Vries van Lind Landscape Architecture. We hebben in de Twijnstraat gewerkt aan een project. We hebben in dit project gezocht naar een hele objectieve communicatie van data. Dus we hebben het bestaande gebruik van voetgangers in beeld gebracht, in kaart gebracht. Dit hebben we letterlijk geprojecteerd op de straat. Dus we hebben niks anders gedaan dan het gebruik wat er al is en de data die er is, die we hebben verzameld, inzichtelijk gemaakt voor alle gebruikers in de straat. En dat is voor ons een belangrijk element van urban nudging. Dat het niet pushend is of sturend is, maar puur inzichtelijk maakt hoe dingen zijn en hoe de openbare ruimte gebruikt wordt. Nudging heeft voor ons heel erg te maken met een manier van communiceren. We hebben in het project gezocht naar een manier die niet direct is of corrigerend naar fietsers toe, maar vooral informatie verschaft en inzicht geeft in hoe andere gebruikers in de straat de openbare ruimte gebruiken. En daarmee brengt dat hopelijk een wijziging in het gedrag teweeg.